Precision won 4 in plaats van de winnings. De 2-4-5 van Sven van Brummelen. Zien we terug in de halve finale. Ja, ja, ja. Valpartij is in de derde kwart finale. Het is onder andere Huub Spiethoff die daar onderuit gaat. Bij linksmening.nl. Helaas, hij gaat onderuit in deze kwart finale. De categorie Boys 9 jaar. Het is race nummer 403 volgens de administratie. We zijn goed onderweg met puur BMX. Want Steven Schijnel gaat hier aan de leiding. Neemt dan met zich mee de rol van de nurse. Van Rick Schakelaar. Hij zit er zo goed bij. En allemaal sorry. Jim Struik sluit aan de plaats van de drie. Ja, ik denk dat er goede kansen zijn natuurlijk. Voor de man van Bissing, zoals Rockhold Meenhuis. Maar er is weinig concurrentie meer te verwachten van die andere man die daar helaas vervelend onderuit is gegaan. Dus wat is van BMXkleding.nl, Huub Spiethoff. Dat betekent dat Rockhold Meenhuis met de spreekwoordelijke 20-jarige hier naar de streep kan fietsen. Goed, hij staat voor de groep 2, geef dat we bouwen, dames en heren. Huub Spiethoff.